32-jarige man uit Polen die zondagmiddag werd opgepakt nadat hij in het Limburgse Meijel een echtpaar en een klein kind zou hebben doodgereden, zit nog vast. Hij wordt verhoord, meldt de politie maandag. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het ongeluk vond zondag even voor 11 uur plaats op de Heldensedijk. De 67-jarige opa en 64-jarige oma uit Meijel en het 2-jarige meisje uit Hees reden op een fietspad dat door een groenstrook van de rijbaan was afgescheiden. De 32-jarige man uit Polen ging door nog onbekende oorzaak over die groenstrook en schepte de slachtoffers. De politie laat maandag weten dat het onderzoek nog volop loopt. Mogelijk wordt dinsdag meer bekendgemaakt over de oorzaak.